Ik sta hier bij de Grote Kerk in Hasselt, een prachtig stadje aan het Zwarte Water en ook een heel imposant kerkgebouw. Vandaag speel ik voor u Nederlandse koraalbewerkingen. Op concertprogramma's zie je vaak componisten die al heel wat jaren geleden overleden zijn. En ik dacht, het is ook wel leuk voor componisten die nog actief zijn, dat ze hun werken horen tijdens hun leven. En daarom heb ik gekozen voor koraalbewerkingen van nog steeds actieve muzici. Er zijn twee uitzonderingen, maar dat heeft te maken tot de relatie die deze organisten hadden met het orgel van de Grote Kerk hier. Maar daarover later meer in het programma. Ik ga eens kijken als ik de deur open kan krijgen. Ik heb hier een hele grote sleutel. Dat is wel wat anders dan een huissleutel. Ik zal eens even kijken als het gaat lukken. Zo. Ik zou zeggen, komt u mee naar binnen. Deze kerk heeft een enorme nagalmtijd. Het zou zomaar een grote kathedraal kunnen zijn. Ik denk dat we hier ongeveer 600 zitplaatsen hebben. Het orgel is gebouwd door Rudolf Knol. Het is voltooid in 1807. Dat kunt u lezen op de borden aan weerszijden van het orgel. Rudolf Knol kwam uit Norden. Dat is bij Groningen de grens over. En ik weet eigenlijk wel zeker dat hij als orgelbouwer geïnspireerd is door het beroemde Snitgerorgel in zijn woonplaats.
U hoorde als eerste stuk een heel mooie melodieuze bewerking van Johan Bredewoud over het lied Van U wil ik zingen. Johan is organist van een heel fraai orgel, een barokorgel in de Grote Kerk in Vollenhoven. En dat is hier 15 kilometer vandaan. Nu gaan we naar een stuk van Henk Ruiter. Henk Ruiter komt uit Ommen en daar woont ook Roelof Elzinga. Roelof werkte voor platenmaatschappij Mierensound en hij gaf Henk de opdracht om een cd te maken voor piano en orkest met bekende liederen. Toen ik die fraaie cd hoorde, dacht ik bij het beluisteren van het lied Kom nu met zang, daar zit een mooie orgelbewerking in. Ik kreeg van Henk de orkestpartij toegestuurd en die kan ik u even laten zien. Dat ziet er ongeveer zo uit. En dat zijn niet 3 of 4 bladzijden, dat zijn er 31. En waarom zijn die orkestpartijen zo lang? Dat komt, je leest eigenlijk een hele bladzijde in 1 keer. U ziet hier wel fluit, hobo, noem maar op, trompet, viool 1, viool 2, altviool, cello, contrabas, piano, pauken, compleet orkest. En dat is natuurlijk niet te spelen op orgel, want je moet om de 3 maanden al omslaan. Ik heb met toestemming van Henk dit teruggebracht voor een bewerking voor orgelsolo. En zo kunt u horen dat ook een pianist een fraai orgelwerk kan schrijven. Wiebe Kooijmans is organist van de Grote Kerk in Naarden en
Hij heeft daar de beschikking over maar liefst 3 orgels. Deze kerk is ook heel beroemd door de fraaie schilderingen van Bijbelse taferelen op het plafond. En dat is zeker de moeite waard om dat een keer te bezoeken. U hoeft niet de hele tijd met uw hoofd naar boven te kijken, want u krijgt een spiegeltje en dan kunt u zo kijken naar dat spiegeltje en u ziet al die prachtige schilderijen boven. De bewerking van Wiebe begint met een kanon. Daarna laat hij horen dat je ook met slechts 2 stemmen een prachtige variatie kunt maken. Daarna volgt een koraalomspeling en dan werken we toe naar het volle orgel met het koraal. Deze bewerking lijkt niet zo moeilijk te spelen, maar er zitten een paar addertjes onder het gras en dat zijn... Ja, dat komt door die modulaties die Wiebe toepast. Hij wandelt op een hele creatieve manier door allerlei toonsoorten heen. En dan kun je wel eens een keer een zwarte toets verkeerd pakken.
Het is bijna niet voor te stellen dat dit orgel gebouwd is zonder een zelfstandig pedaal. En toch is dat zo. Pas bij de restauratie in de 60e jaren van de vorige eeuw is dit orgel uitgebreid met deze vier registers. Dat zijn de pedaalregisters. En ik durf wel te stellen, zonder deze registers zal het orgel van Hasselt nooit zo bekend geworden zijn en geliefd als het tegenwoordig is. Dit is gebeurd onder het advies van Dirk Jansoon Zwart. En het lijkt me goed om dit even weer in onze herinnering te halen. En daarom speel ik ook graag een werk van Dirk Jansoon Zwart.
Boudewijn Zwart moet oom zeggen tegen Dirk Jansson Zwart. Hij is een heel veelzijdig muzikus. Hij speelt bejaard, hij speelt orgel, piano, hij componeert. En hij heeft zelfs een verrijdbaar carillon. En op dit carillon heeft hij gespeeld tijdens de boottocht van het koninklijk paar, tijdens de inhuldiging van onze koning in Amsterdam. Ik speel 3 psalmbewerkingen van hem. En die psalmbewerkingen komen uit zijn zojuist verschenen boek over de 150 psalmen. Die heb ik hier. Het is een heel lijvig en dik boek geworden. Uitvoerige en ook best wel lange voorspelen soms. Verschillende stijlen in de stijl van de 18e eeuw. In de stijl van Jan Zwart soms. Soms wat moderner. Heel creatief en deskundig geschreven. En ik kan dit boek aanbevelen voor organisten die zondags in de eredienst moeten spelen.
Jan Mulder is een virtuoos organist en pianist. Toen hij nog in Nederland woonde, hij is namelijk verhuisd naar Amerika, was hij dirigent van het koor Jubilate Deo in Woudenberg. En in die hoedanigheid heb ik veel met hem samengewerkt, doordat ik zijn koren tijdens de uitvoeringen begeleidde. En dat waren altijd fantastische concerten. Jan heeft een heel vruchtbare pen. Hij heeft al heel wat cd's gemaakt met eigen werk. Luistert u nu naar zijn fantasie over Ere zij aan God de Vader.
Daniel Raukema is een groot bewonderaar van Jan Zwart. Dat ben ik trouwens zelf ook. Hij is bezig om alle koormuziek van Jan Zwart onder het stof weg te halen en op cd uit te brengen met zijn koren. Zijn bewerking over Jezus, mijn verblijden, is denk ik geïnspireerd door Jan Zwarts bewerking over het gebed des Heren. En Daniel schrijft ook in het klein bij de titel Met dank aan Jan Zwart. Als orgelliefhebbers het hebben over Maassluis, dan denken ze aan Feike Asma.
Als we het hebben over de bovenkerk, dan denken we aan Willem Hendrik Zwart. Als we het hebben over Hasselt, dan denken we aan Egbert Woelderink. Egbert Woelderink is meer dan 40 jaar organist geweest van dit prachtige orgel. En door zijn vele LP's met improvisaties en LP's van gemeentezang hier, is dit orgel heel bekend geworden. Egbert Woelderink was geen professioneel organist, hij was bakker. Bakker bij Lindeboom in Zwolle. En hij speelde al zijn improvisaties uit het hoofd. Er is niets van genoteerd, dat heeft iemand later gedaan. Het was een organist die zich liet inspireren door het koraalspel van Jan Zwart en Feike Asma. Velen kennen Harke Idema van zijn orgelmethode De Jonge Organist. Hij is ook jaren organist geweest van een groot drieklaviersorgel in Verwerd. En hij was directeur van een muziekschool in Friesland.
Hij heeft heel veel koraalbewerkingen geschreven. En vorig jaar ontving ik een grote envelop in de brievenbus met daarin zijn partita over Psalm 140. En ik wil graag u nu deze partita laten horen. Het begint met een uitgebreide inleiding, waarna allerlei variaties volgen, waaronder een trio en een kanon.
Tijdens de lockdown heb ik verschillende concerten mogen geven via YouTube. En daar ben ik heel dankbaar voor. Er zijn verschillende luisteraars geweest die een gift overgemaakt hebben om de kosten te drukken. We hebben namelijk kosten gemaakt voor kerkhuur, voor de orgelstemmer, voor het opnameteam, voor de PR. En ja, als organist heb je er ook heel veel studieuren in zitten om een programma goed uit te kunnen voeren. We hebben het met heel veel plezier gedaan. Ook voor deze uitzending hebben we kosten gemaakt en we hopen dat u ook wilt bijdragen in deze kosten. En dat kan door de QR-code die u in beeld gezien hebt of door een bedrag over te maken op het rekeningnummer op de site. Ik ga nu eindigen met een eigen bewerking. Dat is een fantasie over het Israëlische volkslied. En dat stuk is uitgegeven, maar is lange tijd uitverkocht geweest. Maar voor de organisten onder ons, ik heb goed nieuws. Het is dit jaar weer opnieuw verschenen. Het ziet er anders uit. U ziet het orgel van Hasselt erin terug. Maar ja, ik woon ook dicht bij Hasselt en ik speel hier regelmatig. Dus ik heb wel iets met dit instrument. Voor degenen die het stuk kennen, het is best wel een beetje verbouwd. En ik heb me zeker bij de introductie, dat kunt u wel zien aan de noten, heb ik me laten inspireren door de bekende toccata van Johann Sebastian Bach, de toccata in D-klein. Tot slot, hartelijk dank voor uw belangstelling voor dit programma. En ik wens u heel veel genoegen met deze laatste orgelklanken.